Petrus, niet voor engeltjes. Frankie Drie, we nemen een puntje mee uit Genk. En dat had vandaag, gezien het spelbeeld, misschien wel iets meer mogen zijn. Hè? Het is zeker een verdiend punt. Ik vind dat we vandaag een goede match gespeeld hebben. Het stond goed, we komen vroeg op voorsprong. Spijtig scoren zij direct tegen, maar ik vind dat het een match was die vooral de eerste helft ging goed op en neer. Ik vind dat we het vierde kwartier lang, misschien tot 20 minuten in de tweede helft, hebben we dominant geweest. Hebben we denk ik 2-3 kansen gehad, we scoren niet. En finaal was het op het einde twee ploegen die gingen voluit voor winst. Maar op basis van de lef, want we hebben hoog druk gezet en de kansen. We hebben er nog meer gehad dan vandaag naar Racing Henk. Ja, is het spijtig dat we hier vandaag niet met de 3 punten naar huis gaan. Opvallend, zeer veel initiatief. En om een mooie Vlaams woord te gebruiken, veel goesting bij onze spelers. Het is vooral heel frisheid in het team. Dat is ook de reden waarom we vanavond nu ook nog overnachten hier in Henk. We laten niets aan het toeval over. We weten dat de frisheid in die fase zeer belangrijk zal zijn. En ik ben eigenlijk ook wel heel fier op mijn team dat ze dat vandaag ook uitstralen. Frisheid is gelijk aan, zoals je het zegt, hoesting. En als je hoesting hebt, dan zit er een zekere vastberadenheid in je spel. Ik hoorde het vandaag al een aantal keer. Dit was misschien wel de mooiste wedstrijd van Play-off 1 dit seizoen. Het is een compliment. We hebben heel hard gewerkt in die competitie om op die tweede plaats te blijven. We hebben dat stilaan opgebouwd. We hebben gezegd, oké, we willen play-offs, we willen die tweede plaats. We willen die tweede plaats versteven, Om vooral competitief te blijven in die play-offs 1. En ik moet zeggen, tot nu toe doen we dat uitstekend. En misschien hebben we maar 2 punten, maar we zitten fris. Ons spel is goed. En wat we nu nodig hebben is een overwinning. Ik hoorde jouw collega Mario Been bij Telenet zeggen... Als Zulte-Waregem hier op die manier komt voetballen, kunnen ze dat overal? I hope. Maar je mag niet verslappen in de play-offs. We hebben tegen Lokeren... We weten dat we mindere matchen speelden hebben tegen Lokeren. Waarom? Ja, oké, we waren dominant het eerste half uur, 35 minuten. Dan scoor je niet en dan komt Lokeren aan een doelpunt, 0-1. En dan is het tegen Lokeren moeilijk voetballen, omdat zij dan wat achterover leunen. En dat je niet altijd het geluk aan je zijde hebt. Hè. Bijvoorbeeld, de club had dan afgelopen weekend wel wat meer geluk dan ons. Maar vandaag hebben we getoond dat we goed zijn. Dit is een team die niet toevallig op die tweede plaats staat. Dit is een team die zich heel goed voelt. Die voetbalt vanuit een zeker initiatief, vanuit een zekere frisheid. En dan kun je ver eindigen. Kort afsluitend, jouw tussentijdse balans? Zeer positief. Zeer positief. We voetballen met lef. We voetballen met durf. En ik denk als we het geluk een keer aan onze zijde hebben, dat we straks misschien een keer 3 punten kunnen pakken, dat zal ons nog een bijkomende boost geven. Dan ga ik afsluiten met een mooie leuze die ik ooit uit jouw mond gehoord heb. Jacques Jour, everything for Dune. Nothing is impossible. Dank u, Frankie Drie.